Hoi en welkom bij een nieuwe Vlogmas. Het is zaterdag 9 december en het is 9:15, guys. 9:15. Dat is echt oprecht het record van... Wow, dat is echt een record. Ik ben iemand die in het weekend altijd graag uitslaapt en lang slaapt. En vandaag, omdat het dus examens zijn en het, ik het wel echt nodig vond om op tijd op te staan. Ben ik om 8:15 heb ik mijn wekker gezet. Om 8:30 ben ik opgestaan, heb gegeten en ben ik in de douche gegaan. En nu zit ik al aan mijn bureau. Nu, alles ligt hier klaar. Want dit weekend wordt een NW-weekend. En ook een beetje GP, maar dat is voor een avond. Ik moet vandaag en morgen heel veel NW leren, want ik heb daar maandag examen van. En NW is bij mij een hoofdvak. 5 uur in de week en dat is best wel een zwaar vak. Dus dat is ook veel leerstof, omdat ik dat ook heel veel uren in de week heb. Is dat nu ook gewoon heel veel leerstof bijeen. En ik moet eerst nu nog een klein stukje samenvatten, omdat wij dat deze week nog gezien hebben. En ik heb dat gisteren niet afgekregen, dus ik moet dat nu nog doen. Maar dat wil ik op een uur ongeveer af hebben. En dan neem ik daarna snel 5 minuten pauze en dan begin ik echt met het leren. Dus ik ga daar nu snel aan beginnen, want ik wil dat heel graag snel af hebben. En ik zie jullie gewoon in de loop van de dag. Oh ja, wat ik trouwens nog niet echt gezegd heb. Ik wil jullie echt heel, heel, heel veel succes nog wensen met de examens. Ik heb dat nog niet echt op camera gezegd. Maar ik meen het eigenlijk wel. Ik wil jullie echt heel veel succes wensen. En ik weet dat jullie dat allemaal gaan kunnen. Ook al zijn er soms zware vakken bij. Moeilijk gaat ook. En ja, ik wou dat gewoon nog even zeggen voor ik nu echt zelf ga voortdoen. Het is 11:30, guys. En ik heb heel mijn samenvatting af. Ik moest uiteindelijk nog meer doen en zo hoor. Dus ik heb nog van alles samengevat, dingen die nog niet klaar waren. Ik heb hier mijn cursus liggen. Er zit nog wel wat in mijn kaft, maar ja, dat is nu te veel om er allemaal op mijn stapel te leggen. Ik heb hier mijn samenvatting. Mijn samenvatting heeft, zoals je kan zien, 39 bladzijden. Best wel veel dus. Het is nog meer als SW. Maar ik vind NW eigenlijk leuker om te leren. En dat gaat er persoonlijk ook vlotter in. Dan heb ik hier een papiertje gemaakt met al de, alle deeltjes die ik moet kennen. Het zijn er 2, 4, 6, 8. Het zijn er 8. En ja, kan ik nou wel tellen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, 8. Dus dit moet ik allemaal leren. En dan heb ik hier een to-do-lijstje voor mezelf opgemaakt. Dus ik wil deze twee stukken leren en dan neem ik pauze. Deze twee stukken pauze, deze twee stukken pauze. Dit stuk, dit is trouwens heel veel. Dus ja, daarom na dat pauze en dan nog dat. En dan ben ik klaar en dan heb ik heel NW geleerd. En ik wil het eigenlijk allemaal vandaag gedaan hebben. Zodat ik morgen... voor het iets anders kan doen of eerst alles kan herhalen en zo. Dus dit is nu even mijn setting. Deze papiertjes ga ik nog hier leggen en dan ga ik nu volop beginnen leren. Middag gegeten en ik heb echt studeerhaar en het is nu 2:40 binnen en ja, ik ga voortdoen want ik heb nog veel te doen en ik ga nu gewoon voortdoen met de 2 volgende puntjes en die zijn gelukkig niet zoveel, dus dat komt eigenlijk
wel dik in orde, denk ik. En ik vind het ook nog wel ça va meevallen van te leren, omdat... Ja, allez, ça va meevallen. Het is wel veel en je moet er echt wel kopje bij houden. Maar ik vind het over het algemeen eigenlijk echt nog wel een leuk vak. En het interesseert me ook allemaal de leerstof. Dus dat maakt het ook dubbel zo... Allee, dubbel. Aangenaam ga ik het niet noemen, maar dat ver, ja, SW vond ik echt zo van, oh my god. En deze is oké, ik moet het leren, maar het zal wel, allee, het gaat wel. Dus ik ga gewoon voortdoen, want ik, ja, hoe rapper ik ermee bezig ben, hoe rapper ik klaar ben. Het is 2:50 nu en ik ga nu even pauzeren. Want ik heb weer 2 puntjes helemaal geleerd. En ik ga nu, terwijl ik mijn pauze heb, ga ik de vlog voor 4 uur bewerken. Dus ik heb nog 1 uur om die te bewerken en te uploaden. Maar dat moet lukken hoor. Dus dat ga ik nu in mijn pauze even doen. En dan daarna weer voortleren. Ik moet echt oprecht zeggen, maar echt oprecht, dat ik echt super happy word van jullie comments op mijn andere vlogmussen. Al mijn vlogmussen eigenlijk. Ja, ik weet niet. Jullie reageren echt super lief en het echt super motiverend is en zo. En ik vind dat echt zo leuk om te lezen. Maar echt gewoon super leuk, want dat motiveert mij om echt door te gaan met deze vlogmussen. En ik ben ook blij dat het voor jullie een beetje helpt of ontspant of motiveert hoor. Ik lees veel dat het motiveert. Dus ik word er eigenlijk echt blij van. Het is nu 4:30 en ik heb me voorbewerkt en al. Ik heb dus mijn pauze gehad, wel wat te lang. Maar ik heb nu weer... Ik haal ze uit mijn zak. 2 mandarinetjes, want ik heb... Mijn mandarinetjes. Twee mandarinetjes gewoon. Om lekker op te eten terwijl ik aan het leren ben. En ik ga nu gewoon voortdoen. Want ik moet nog 4 dingen doen. Nog bloedgroepen, de nieren, DNA en de eiwitsynthese moet ik nog leren. En DNA, dat is echt veel. Dat zijn echt 13 bladzijden met mijn samenvatting. Dat is echt veel. Maar dat heb ik wel recent al nog moeten leren voor een test. Dus normaal gezien ja, moet dat wel redelijk vlotjes gaan. Dat is niet iets al van helemaal in het begin van school dat ik al lang vergeten ben. Maar eerst zijn nu nog de bloedgroepen en de nieren. Maar dat is gelukkig maar 4 bladzijden samenvatting. Maar dat van de nieren, ja, dat is wel wat meer. Daar staat ook nog veel van in mijn boek dat ik niet echt, dat niet echt nuttig was om op mijn samenvatting te schrijven. Maar dat wel gekend moet zijn. Omdat er gewoon te veel was om over te schrijven. En tekeningen, daar delen van en al. Dus ik moet het wel goed leren. Maar ik ga het nu doen. Want ja, zoals ik altijd al zeg, hoe sneller ik begin, hoe sneller ik ervan af ben. En ik wil je trouwens ook nog even een kleine studietip geven. Daaruit zijn jullie misschien mijn raam zien toedoen en overdoen. Terwijl ik pauze neem, zet ik altijd mijn deur en mijn raam even open, dat er weer zuurstof binnen kan. En dan, ja, dan komt er weer zuurstof binnen en dat is goed voor het leren. En in mijn volgende pauze, dus als ik bloedgroepen en de nieren geleerd heb, ga ik mijn nagels opnieuw lekken, want guys, het is echt een ramp. Ik ben, ja, het is echt een ramp. En deze hand ook. En ik ben nog aan het twijfelen over 2 kleuren. Als ik ze vind. Oké, ik ga ze even zoeken. Dus, oftewel... Vonden. Oftewel ga ik voor deze kekke kleur. Ik ga ze deftig laten zien. Oftewel, waar is de andere? Ja, ga ik voor deze oudroze kleur. Maar, oké, nu kan ik ze deftig laten zien. Dus ik heb hier kekke. Een kekke kleur. Ja, zo. En ik heb hier de oudroze kleur. Maar de oudroze kleur heb ik over laatst nog gehad. Dus ik denk... ja, ik ga voor de kakke kleur gaan, maar dat is iets voor binnen misschien wel een uurtje.
Hallo, het is 8 uur en ik heb niet meer gevlogd sinds de laatste keer. En daar heb ik een reden voor. Ik ben naar mijn oma en mijn opa geweest. Wij hebben daar avond gegeten. Gewoon naar oma en opa geweest. En dan heeft mijn oma super lekker gekookt. We hebben vis gegeten met tartaar en groentjes en kroketten. En het is echt super lekker. Ja, ik heb er echt van genoten. En dan nog een dessertje, namelijk pudding. Ja, het is echt heel lekker. En het is dus nu 8 uur en ik ga nog even wat leren. En ik ga jullie vertellen wat. Ja, ik heb daar straks de nieren nog gedaan. En ik wil gewoon nu DNA nog eens doorlezen. Dat heb ik overlaatst voor een test nog moeten leren. Dus dat zit eigenlijk nog heel fris in mijn geheugen. En dan ga ik daarna de eiwitsynthese nog van buiten leren. En dan stop ik ermee voor vandaag. En dan ga ik waarschijnlijk mijn nagels nog lakken. Maar dat heeft niks meer met school te maken. Dus ik ga daar nu snel aan beginnen. Want ik wil er graag vanaf zijn, omdat het al 8 uur is. Dus ja, let's go.